Ik zit hier bij een twee dames die zijn heel erg creatief bezig. En u heeft hier een vereniging of een clubje. Wat is dit precies? We hebben een clubje van dames en ook een paar heren. Ja. Om allerlei spulletjes te maken. Schaal 1 op 12. Mm-hmm. Wat ze dan poppenhuisspulletjes noemen. Maar ik vind het meer een modelbouwhobby. Mm-hmm. Maar dat doen wij geregeld met z'n allen. Ja. En ieder heeft zo zijn specialisatie. Mm-hmm. Anja die maakt hele mooie bordjes en serviesjes. En ik ben nu dus met hout bezig. Mm-hmm. Een leuk, het is een bouwdoosje. Ja. Maar je kunt zelf helemaal bepalen welke kleur je het geeft. Bijten, van alles. Het is een heel gepriegel, maar het is wel leuk. U bent heel prachtige bordjes aan het schilderen. Hoe lang doet u dat al? Alles met elkaar, denk ik toch al wel 20 jaar de bordjes schilderen. En poppenhuizen 30 jaar, 35 jaar zo'n beetje, ja. Ja. Doet u dit met een grote groep, een kleine groep? Wij hebben zelf niet zo'n groot groepje. We hebben een vrij klein groepje, maar het wel erg gezellig groepje. Mm-hmm. Ja, dus naast het knutselen ook wel lekker eten, drinken en vrolijk zijn. En ja, met z'n allen ook wel eens op beurzen zien we elkaar. En ja, er is van alles te doen op dit hobbygebied. Mm-hmm. En ik heb al gezien, ze zijn vrij klein om dan een patroon te krijgen. En u krijgt toch het hele bordje vol, zeg maar. Nou, het is zo vol. Als het groot was, zou het volgens mij wat moeilijker zijn om het vol te krijgen. Nee hoor, het, oefening baart kunst. Dat is wel zo. Ik zeg altijd, iedereen kan het. En ik heb wel eens een keer kleine workshopjes daarvan gegeven. En dan blijkt op de iedereen er wel wat alleen. Als je het jaren doet, dan word je er handig in. En het is ook het uitvinden van het materiaal en de verf en de inkt, waardoor je zo klein kunt schilderen eigenlijk. Ja. Mm. Ja. En hoe komt u aan die modellen? Deze modellen? Ja. Dat zijn bouwdozen. Ja. Dat is een merk dat komt uit Duitsland en dat is heel, heel verfijnd. En dat is erg leuk om te doen. Net als dat mensen treintjes als hobby hebben en daar huisjes voor maken of andere dingen. En wat is de inspiratiebron van de tekeningen zelf? Gewoon het Delles blauw aardewerk. Voor de serviezen ga ik vaak naar sites op internet of oude serviesboeken. De bibliotheek staat helemaal vol met boeken over serviezen. En dan denk ik, oh, dat is een leuk patroontje. Dat kon ik wel ongeveer zo maken. Je krijgt het natuurlijk nooit helemaal op de borden. Maar het doet het wel goed. Ja. Mm-hmm. Ja. En zijn er ook dingen waar je trots op bent als je ze bouwt? Waar ik trots op ben? Ja. Ik heb bijvoorbeeld daar een Franse kast staan.
Mm-hmm. En ingericht. En mijn man heeft die kast gemaakt. En ik heb hem helemaal geschilderd, oud gemaakt. En leuk ingericht. Nou, dan ben ik best trots als die af is. Mm-hmm. Ja. Ja. En u heeft iets met de katten, voor ogenschijnlijk, die erin zitten. Of niet? Valt het mee? Nou, ik heb wel iets met katten. Ik heb zelf 2 katten, 2 albazijnen. Maar ik vind ze in het klein ook leuk. Dus ja. Ja, want ik zie bijna in ieder schaalmodel komt een kat. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ik heb ook wel muizen zo hier en daar, hoor. Daar heb ik nou niet zoveel mee, maar die zitten er ook wel in. Ja. Het hele kleine heb ik gezien. Ja. Ja, ja. Ik sta ook op beurzen met de serviezen. Mm-hmm. En daar deed ik altijd ook serviezen op bestelling maken. Want mensen komen wel eens, die maken een poppenhuis en die maken dan de kamer van oma of zo, of het huis van oma. En willen dan ook wel graag het serviesgoed van oma in huis hebben. Dus dan komen ze met een oud bordje van oma of een foto van een oude kast waar wat serviesgoed in staat. En dan zeggen ze, kan je dat maken voor ons? Want ja, het is niet te koop. Het is alleen maar omdat het dan apart gemaakt wordt. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ja, omdat ik ook net zag, dus u heeft in een paar tellen zo'n bord gemaakt. Waar ik denk van, het is wel aardig vlug dat hij het voor elkaar krijgt. Nu wel. Vroeger deed ik er wel heel erg veel langer over. Want het heeft wel heel lang geduurd voordat ik dus de juiste materiaal had om de borden te maken. Want ook de borden maak ik zelf van Fimo. Mm-hmm. En dat Fimo is heel raar spul. Daar kun je bijna met geen enkele verf op. Mm-hmm. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ik verf vond wat je heel dun kunt schilderen. Mm-hmm. Zonder dat het uitloopt of zonder dat het in de Fimo. En toen ging het beter. Maar als je nu de oude serviesjes van, laat zeggen, 15 jaar geleden ziet. Nou, daar zou ik niet mee tevoorschijn willen komen, nee. En bent u er veel mee bezig? We zijn er best wel veel mee bezig, ja. Zie je dat ook wel eens in de weg van het dagelijks leven? Nou, dat valt ook wel weer mee. Soms. Soms. Soms, ja. Het is een uit de hand gelopen hobby bij ons, ja. Mm-hmm. Kan ik wel zeggen. En wat heeft u voor de bordjes dan bijvoorbeeld ook malletjes of zo, dat je ze makkelijker kan doen? Dit is bijvoorbeeld een schaal. Mm-hmm. En dat is gemaakt van een oude ijzeren knoop, heb ik als malletjes gebruikt. Deze zijn ook oude knopen, maar dit is iets doe ik uit de hand. Dit wordt ook uit de hand gemaakt, maar om borden allemaal tegelijk te krijgen, er bestaan ijzeren kant-en-klare bordjes en die gebruik ik als mallen. En zeker voor mijn man, want die zit heel veel te prutsen. Veel meer nog dan ik tegenwoordig. Mm-hmm. Dus ja, ik zou het eerst doen. Ik wilde graag wat men dan noemt een poppenhuis. Mm-hmm. En toen dat dan eindelijk zo ging, toen is het eigenlijk ook een beetje door mijn man overgenomen. Hij had eerst zoiets van, nou dat mag, maar ik bemoei me er niet mee. Ik doe alleen maar de elektriciteit. Maar voor we het wisten waren we allebei heel erg bezig. Mm-hmm. Dus. Jullie gaan er ook veel mee op pad, heb ik gehoord. Ja, we gaan naar beurzen toe en wij staan zelf op beurzen. En daar, dat vergt ook de nodige voorbereiding. Ik ga binnenkort in Apeldoorn een workshop geven. Onder andere die linnenkast. Mm-hmm. Die gaan we in elkaar gezet krijgen ze hem. Maar we moeten hem zelf helemaal schilderen, ze moeten hem zelf helemaal inrichten. Mm-hmm. Dus dat is ook leuk om te doen.
Zo is hij. Zo. En dan doe je. Ik kreeg gisteren die laatste mevrouw die wil in het Engels of in het Duits de workshop. Ja. Ik zei, nou, dat is geen pudding. Ja, ze ging gelijk op Duits over, dus dat is ook maar een juist beantwoord. Dat vond zij dan toch wel makkelijk. Ja, maar wat ik wel bijzonder vind is, het zijn wel de apparaten en dingen van toen, niet van hedendaag. Vaak wel, ja. Vaak van vroeger. Hm. Ja, ja. Dat is, er zijn ook mensen die specialiseren zich in bepaalde stijlen. Zo heb je ook van dit merk bijvoorbeeld heel veel Biedermeier meubelen. Hm. En dat is ook leuk. Dat is weer een hele ander tijdsbeeld. Hm. Ja, maar de mensen die pakken toch wel graag een tijdsbeeld wat toch wel toch wel anderhalf, twee even terug ligt. Dat vinden mensen toch wel leuk. Ja, het is meer herkenbaar dan al die moderne dingen. Ja, modern is er ook wel. Er is ook, wij hebben vroeger een clublid gehad. Deze meneer is inderdaad helaas overleden. Maar die heeft een hele mooie rietveldkamer gemaakt. Dus echt met alle rietveldmeubelen, maar dan op schaal verkleind. Mm-hmm. Dat was heel erg mooi. Ja. Dus ja. Ja, maar ik zie ook, want ik ben nu die mooie klok aan het maken, dat zelfs de kleine onderdeeltjes erbij zetten. Ja, alles. De wijzertjes, die kan je amper zien. Die zijn echt heel erg klein. Dus dat is even gepriegel voordat dat goed zit.